Goed ontsmetten. Zien mensen dit? Het is zaterdag en jullie zijn al een tijdje beneden. Ik heb net even ontbijt bij het gemaakt dat het al 10:45 is en jullie al 2 uur beneden zijn. En mijn papa lag nog boven lekker in bed tot 10 uur. En jullie... Nee, dat niet. Wat zei je? Hallo. En hier kijk ik tegen veel van mij. Ja, wat schat. Het staat mooi weer eens buiten. Zaterdag, lekker weekend. Jongens, soepje eten, hè? Jullie hebben een paar van tafel maken jullie getekend. Nee, vind je mijn vogel? Ik heb een hele mooie vogel gemaakt, hè? Maar nu een beetje ingekleurd zie ik. Nee, zet er eens random. Papa, teken even een vogel voor me. En papa, dit is de haaienkoning en dit is... En dit is een stormman en dit is de reer en dit is de slang en dit is de vogel en dit is de steenman. Maar wat gaan we even tussendoor, wat gaan we zo opnemen met mama? Wat gaan we opnemen? Voetbal, maar ik had die maskers daar gemaakt. FIFA in real life met mama. Ja, die maskers die heb ik gemaakt. Ja, vet. Echt maskers. Echt vet. Toch? FIFA in real life met mama. Wat zien we er vet uit, hè, jongens? In mijn voetbalpakkie. En Nio ook. En Jamie, maar nog verrassender, mama ook! Wie ben ik? Beckham! Ik ben! Jij bent Holland. Ik moet even zeggen dat ik me wel afschuwelijk voel in zo'n voetbalshirt. Waarom dan? Ik vind het gewoon niet vrouwelijk. Nee, het is vrouwen kunnen niet voetbal. We gaan dus nu FIFA in real life opnemen. Het is heerlijk, hoeveel graden zijn we? 25 graden? Ja, zoiets, ja. Het is heerlijk weer, dus lekker weer om even te voetballen. Toch jongens? Wie vindt mama vet met de Beckham shirt? Ik. Oh, jullie hebben dansschoenen aan, hè? Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk zaalschoenen. Ja, zaalvoetbalschoenen gewoon. We gaan gewoon naar ons veldje toe aan de zijkant kijken of daar niemand is. En anders gaan we gewoon naar Almere City of zo, of naar een voetbalclub. Maar ja, ik weet niet, durf echt met een shirt die bij een voetbalclub rondloopt, denk ik. Het is heel raar als je natuurlijk in een voetbalshirt op een club loopt. Dus ja, dat is logisch. Ik weet niet, zo schaam. Toch, jongens? Mm-hmm. Maar ik heb het vetste pakje met KK, toch? Want ik heb zelfs matching socks, hè? Rood. Rood. Oh, heel rood. Sexy. Nog hoger, schat. Nog hoger. Nog één keer! Duik even weg, Jamie! Nou moet je echt gaan verduiken, ja? Niet mega! Nou zijn we klaar met opnames. Hij heeft een 4 denk ik qua cijfer. Niet op een 1, want heb je echt niet alleen maar stokjes nee, spelen. Nee, nog een 2, hij heeft nog gescoord ook. Oh ja, en mama heeft wel een 7, voor de eerste keer wel een 8 zelfs denk ik dan. En ik heb een blauwe plek. En mama heeft een 9 zelfs. Mama ging gewoon het doel staan terwijl we dus gewoon gingen doen, hoe heet het ook alweer? Hoe noemen we dat die challenge? Scary challenge? Nee, niet challenge. Challenge, wat een challenge was, Jamie mocht niet wegduiken voor de bal hè. En ik stond ook door, maar ja, ik hoefde niet weg te duiken, jullie konden niet eens mij raken. En ik raakte mama vol. En Jamie dook wel weg, weet je, die is angsthars. Ja, maar dat is eng. Maar we gaan nu terug en jullie hebben straks de verjaardag van Sam. En dan gaat mama heen. Kijk. Ik eet alleen en ik ga vanavond de voorbereidingen treffen voor de drankvideo opnemen, alcoholvideo. Ik wil hard die vader, mag volgens mij helemaal niet, doe je wel. Weet ik niet aan. Oh, zo snel.
rondlopen, hè? Zie je die hond? Ja. Voor op de boot. Die werd geflitst, hè, denk ik. Nou, kaka, uit. Jamie is aan het opnemen nu. Dat terug van het voetbal shit, maar hij gaat de hele tijd zwart. Die beta glitch weer, hè? Mm-hmm. Dat 10 keer opnieuw begonnen. Hoe kan het nou? Nou, die gaat het weer niet doen, hoor. Maar Neil, kijk eens. Jullie gaan ze hier staan allebei. Kijk zo. Zelf zo. En dan moeten jullie allebei nu 1, 2, 3 omhoog kijken. Oh. Oh. Hij kan springen, hè? Dat maar dat zag ik al. Ja? Nee. Wat doe je even? We zoeken aan. Fit en print, fit en print. Die houdt slippers aan. Wat een fucking nice weer is het toch, jongens? Ik ben hier samen met de jongens eventjes, eventjes naar die verjaardag van Tom en Sam. Nou, Sam is jarig, Tom is de oudste. Dat zijn die kids die ken je, want die komen ook wel eens op mijn verjaardag. Vooral mijn verjaardagslos komen ze voor. Dat is gewoon eigenlijk verdien van, nou verdien, ja, verdien van Wendy Christel. En haar kinderen, die komen dan met Christel samen altijd op verjaardag. En Wendy gaat altijd naar hun verjaardag. Ik ga eigenlijk nooit mee, op, maar de vader van hun, die toestand was ook nog mee die verjaardagen. Dat is echt het aparte, maar ze wonen hier best in de buurt. En Wendy is daar nu met de boys. En ik ga nu eventjes, zo ziet het in de auto, dus ziet er niet uit. We hebben mijn AC Milan shirtje, want we hebben FIFA shit opgenomen. En ik heb net ook een andere video opgenomen. Ik heb die kleding aangelaten. En ik rijd nou naar mijn eigen wijk. Het is raar dat ik gewoon in mijn eigen straat weer rijd. Want mensen denken, kijk, hoe kan het nou, die gozer woont gewoon in de buurt. Ik ga nu eventjes drank halen. Dan denk je, nou, wat een alcoholist! Nou, dat ben ik niet. Ik ga nu even alcohol halen, want ik ga de alcoholvideo opnemen. Moet ik even de leuke likeurtjes hebben. Of die dingen die ik lekker shotten, dat ik snoeken, shotten voor die chickie te regelen. En ik ga even het eten halen, want ik eet alleen. Ik heb geen zin om te koken. Ik heb een ei bakken of zo. En ik ga natuurlijk niet voor mezelf koken. Ik weet niet, ik ook meestal ook. Ik kan een beetje koken, maar niet zo goed als Wendy. Ik ga nog gewoon even wat halen. Ik weet niet wat nog. Maar ik ga eerst hier wel bij ons bij de Deen. Ik woon dicht bij de Deen in tussen de vaarten. Ga ik gewoon eventjes die drank shit halen. En daarna ga ik even het eten halen. En wat weet ik nog even. Zie je gewoon rotti. Rotti kipfilet. Oh, zin is zo fucking lekker. Dus de cinema Dreven in de buurt en bij de stad. Kan ik het even gaan halen. Ik kijk wel even. Maar ik ga in ieder geval nu eventjes snel gewoon eventjes naar de Deen. Oh, yo te juro a ti este eterno amor. El intento, lo que va a ir así. Me dice acá, Ricky Jack, Ricky Iglesias. In het Deen, dus net eventjes boodschapjes gedaan. Gewoon even wat chips over de kids. Die Fitbit shit is erg lekker, jongen. Die rode vruchten vooral. Ik heb in het Deen dit gekocht. Jägermeister. En Jägermeister, dat shot ik ook altijd met als we met Expedition weg zijn. Met Rick. Dus Rick, als je dit kijkt. Ik kijk me volgens mij nu wel stel. Rick Kiesloof van Expedition. Als je dit kijkt, jongen. Dit shotten we altijd als we. Nou, jongen, hij is mijn leeftijd trouwens. Hij is natuurlijk. Belangrijke man met Activision. Als altijd op events zijn, ook in Amerika, waar dan ook, of zelfs in Nederland, dan shotten we altijd even een jegertje. Echt super lekker als het ijskoud neemt. Maar voor alcoholvideo wordt het zwaar natuurlijk voor mij. Deel 2 van alcoholvideo. Gamen met alcohol. Don't try this at home. Nu even wat eten halen, lekker. Ik denk toch, Rotti. Ik rijd niet van naar Cinema Dreven. Even een pizzaatje halen, gewoon even kijken. Ik zweer je. Gewoon Nederlands eten zegt smerig. Ik vind gewoon buitenlands eten. Het is zo lekker, Rotti. Kipfiletje, 7-Uppie erbij. Intussen, daar zie je voetbal. Straks begint PSV Heerenveen. Of Heerenveen PSV, ik weet niet. Volgens mij is Heerenveen PSV. Heerenveen PSV. En straks gaan we het editen, chillen. Weet ik wat het tijd voor de kinderen. Maar Jägermeister koud voor de alcoholvideo die ik vanavond en als morgen ook gaan even kijken. Want ik moet ook niet rot zijn, morgen met de Q&A. Maar, ja, was niet maar. Ik ga lekker eten. Lekker rotti. Jamie, jullie komen net van Tom en Sam's verjaardag en jij zegt meteen tegen mij: papa, weet je dat ik Black Ops 2 net gespeeld heb bij zombies en dat het niet eng is? En hoe lang papa dat tegen je zegt? Ja. Hoe lang roep je dat al? Een jaar? Nee, langer, al 2 jaar of zo. En hij heeft de hele weg Michael Jackson. Hoe gaan dansen met drieën? Samen met drieën. Ga eens dansen erbij, Neil. Don't cry. Mama zei, mama samen naar pizza. Mama zei, mama... Saken, hi, een level. Hey. Yeah. Hoe kan je zo zweten? Kan je dat zingen? Wat is er haar gebeurd, Wen? Ik heb Rotti gegeten, jongens. Rotti kip. Maar Jamie, als je de Black Ops 2 wilt spelen, moet je nou als dat niks aan mijn dienst zijn, jongen.
Yes, en ik heb het hele vette video geüpload. YouTube irritaties in Nederland. Hij staat online. Papa, weet je wat ik wel schrok? Ja. Soms zat al te lopen, de wapen, ja. Sam ook, ging ze Sarah pakken. Ze ontdraait bij zombie. Dat is groezen. Doe ik ook de Afrikaanse dans doen, hè? Bloodfoot, hè? Ik kan het kijken. Ja, bloodfoot, hè? Hoeba. Gaan ze nog gamen of niet? Ja, sneller. Ga sneller. Nee, Gummies 2, ik ben nog bezig. Ik heb Tom een misschien kom ik zo bij. Ga eens eens 2, man. Ik heb Tom een poster beloofd van Black Ops. We gaan eerst, gaan jullie eerst eens 2, dan kom bij. Nieuws, de slaap ook mensen. De groep is 3 meteen. Zo meteen, G. Nee, meteen, man, G. Ja. Nee. Nie, zit hij dan beeld dit? Ja. Nio heeft een splinter. Ja, maar wat ga je Nio een splinter laten zien? Splinter, kijk. Dit is een splinter. Nooit ontsmetten. Je moet eerst iets nooit zomaar doen. Kijk, wat we gaan doen. Mag ik de camera even neerleggen? Nee, je moet eerst filmen. Kijk, lukt dat? Wat ga je doen? Ja. Goed ontsmetten. Zien mensen dit? Goed vlucht mikken. Ja. Naast voet mikken. En ook. Nee hoor. Wow. Nee, niet aan doen. Kijk. Heel veel smetten zo. Kijk, dat is voor de ontsmettingsgevaar. Blazen. Stop het schermen. Het is hoor de spannende muziek van Black Ops 2. Dat is van zombies. Mikken en ook goed filmen. Ja. Is het mesje heet Nio? Nee. Nee, maar het doet wel pijn. Au. Ja, Nio belast dit zoals het. Niet bewegen. Nou, niet bewegen. Dan drinnen. Wie is de king? Hier mijn vinger. Zie je hem hier? Hier. Dat is een splintertje. Oh. Zie je het Nio? Hier? Maar dit kan je niet zo goed zien. Papa, door het hout. Kijk, papa, daar. Ik zie hem niet op de film. Taal. Nee, kijk. Hij is zo klein. Wel een scherf tellen. Hier zit hij. Zie je? Mm-hmm. Zwart puntje. Oké! Okay. Net is een splinter verwijderd. Het is eigenlijk al bijna 9 uur. Die gasten moeten eigenlijk al lang naar bed. Maar ze mogen even heel slim op voor slapen gaan. Mogen ze nog even spelen. Met zombies! Black Ops 2 zombies! Jezus, 3 rondes maar! Jongen, ik ben noob en ik kom echt op 10 of 20 of zo. En op normal is wel easy. Maar je moet even, waarom heb je geen kogels gekocht, geen wapen gekocht? Ja, maar hoe moet dat? Dat huis binnen gaan. Zijn het huis niet binnen geweest? Nee. Is dat bang in het huis? Of niet, jongens?